Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. السلام عليكم, lieve kinderen. Vandaag leren wij de vijf pilaren van islam. De eerste zuil is het getuige dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, en dat Mohammed sallallahu alayhi wasallam de boodschapper is van Allah. De tweede zuil is het onderhouden van het gebed. De derde zuil is het geven van de zakat, arme belastingen. De vierde zuil is het vasten van de Ramadan. De vijfde zuil is het verrichten van de Hajj, de bedevaart, naar het huis Kaaba voor degene die daartoe in staat is.